En Vegra Salco heeft afgelopen vrijdag haar plantvermeerderingslaboratorium in gebruik genomen. Het laboratorium is gevestigd te La Solitude in Komowijnen en opereert onder de naam In Vitro Plants Grasalco. Met deze investering geeft het staatsmijnbouwbedrijf inhoud aan haar visie om de economie te helpen diversificeren. Het complex is nog niet afgebouwd. In deze eerste fase van het project wordt gestart met 15 werknemers. Het laboratorium zal plantmateriaal ontwikkelen en verkopen in zowel binnen- als buitenland. Er wordt samengewerkt met buitenlandse partners. Tijdens de opening zei Grasalco-president-directeur Sergio Akimboto dat zijn bedrijf ondersteuning zal bieden aan de agrarische sector. Dus van deze plaats uit doe ik een oproep aan ieder die de deskundigheid, die ervaring heeft om zich maximaal in te zetten dat dit geweldig bedrijf, dat kan uitgroeien tot een topbedrijf, de vorm zal krijgen. Om even een stap terug te gaan, de strategie. Waarom hebben we gekozen hiervoor? Er was een idee, zoals ik zeg, op het terrein gekocht op de veiling. We zouden zandafgravingen doen. Toen zagen we dit erbij. Later hebben we erover gesproken om in vitro plan weer nieuw leven in te blazen. Vanuit een bepaalde gedachte. Als mijnbouwbedrijf hebben we gekeken binnen onze sector dat een van de voorwaarden van mijnbouw aan een van de rit is rehabilitatie. Herstellen van de gebieden waar een gemeen is. De gebieden zo dichtbij mogelijk de originele staat terug te brengen. En daarvoor heb je plantmateriaal nodig. Akimboto zegt verder dat dit project een grote uitdaging is. Het kost namelijk veel tijd om planten te vermeerderen. Hij is er echter van overtuigd dat met hard werken er succes zal worden geboekt. Mijn visie zie ik het zo. De basis van voedselzuurgedachte begint niet bij het eindproduct alleen maar. De basis begint bij goed opgeleide mensen. Mensen die iets weten te praten over die sector. Mensen die geschoold zijn, die zich gedragen als professional en weten dat een landbouwer geen chipotle mentaliteit is. Een landbouwer is iemand die veel geld kan verdienen. Want man zei pranina wan gudumang. Omdat de wereldbevolking blijft groeien. Met de dag komen er mensen bij. Er is steeds meer behoefte. Er wordt nu voedselsoort gebruikt om energie op te wekken. Dus er is een behoefte dat alleen maar staat toenemen. Interessant, een maand geleden zat ik in een discussie met een buitenlander. En die wees me de bedragen aan voedsel wat er wordt omgezet in de wereld. Gigantisch. De bedragen dat Suriname nodig heeft om het hele land te ontwikkelen. Alleen in een sector in de wereld. Dus er is behoefte voor voedsel. Je gaat moeten produceren. Je gaat opgeleide mensen moeten hebben. Eén voorwaarde. President-directeur Sergio Akimboto van NV Grasalco bij de opening van het plantvermeerderingsbedrijf In Vitro Plants Grasalco in Komowijnen. Wereldwijd is er een jaarlijkse behoefte van 5 miljard planten. En elk jaar groeit deze hoeveelheid met 20%.